dierbare tijdgenoten, beste landgenoten. U heeft geluisterd naar Esther Akivelij. Ik ben Hans Blom, vriend, een van de grondleggers van de culturele vrijhaven Ruigoord. En samen met Raadje heb ik het wonderschone boek met de toepasselijke titel De kunst van het sterven gemaakt. We zijn hier samengekomen bij het stoffelijk omhulsel van onze dierbare metgezel Aad Velken, om de geest te eren die dit lichaam 84 jaar heeft bezield. En wat voor geweldige jaren. Wat een geweldige geest. En niet te vergeten, wat een heerlijk beest. Hoe groter geest, hoe groter beest, luidt een gezegde. En dan denk ik aan de wilde natuurgod Pan, aan de nimfen, aan de saters, aan de fauna, die zo'n prominente rol spelen in Haartjes werk. Dat is ware levenskunst, als je geest en beest met elkaar in harmonie weet te brengen. Dan kan je genieten van het aardse paradijs, in plaats van het te verwerpen. Ja, een levenskunstenaar, dat was Aard. Het spat van zijn werk af. Een werk van Velken in huis is bijzonder opbeurend. Dat ervaar ik elke dag. Steeds als mijn ogen bevalt, gaat er een scheut levensvreugde door me heen. Een glimlach. Zoveel liefde en humor in zijn werk. Onze vriendschap gaat een halve eeuw terug. Vanaf de jaren 60 waren we bondgenoten in ons creatieve protest tegen de heersende orde. We ontmoeten elkaar bij happenings, in kroegen, op feesten en vaak bij elkaar thuis. Wij maakten deel uit van de Amsterdamse bohème. Geëngageerd, vrij vervochten en humoristisch. Van vitaal belang voor een levende cultuur. Wij stiepen een wereld buiten de gebaande paden. Ruimte voor niet-conventionele geesten. Denk aan Montmartre, Greenwich Village, Kreuzberg en ja, ook aan ons magisch centrum Amsterdam. Aad is een van de Amsterdamse stadsshamanen, in hart en nieren. En hij was een van de moedigsten. Compromisloos won hij de strijd aan met onderdrukking en hypocrisie. Compromisloos stelde hij de machtigen van het systeem aan de kaak. Royalty, opgeblazen politici en wapenfabrikanten maakte hij genadeloos belachelijk. Dat deel van Aads werk zou hem in vele landen gevangenisstraf of erger opgeleverd hebben. Zelfs in ons vrije Amsterdam gaf zijn werk aanstoot, werd zelfs in beslag genomen. Maar Aadje liet zich niet beperken in wat hij eens noemde majuscheidstennis. Aad hield ervan omringd te worden door vrouwelijke energie. Hij heeft altijd geweldige partners gehad die hem stimuleerden door hun schoonheid, maar ook door hun praktische kracht. Zij hebben hem in staat gesteld te leven en te werken zoals wij hem kennen. Het vrouwelijke heeft Aad tot zijn laatste ademtocht geboeid. Hij was een overtuigde agnost toen ik eens opmerkte: Aad, je zegt wel dat je niet in onzichtbare werelden gelooft. Maar een groot deel van je werk is een ode aan de mythische kant van het leven. Soms lijken het wel hallucinaties. Waarop Aadje antwoordde: zo zie ik de werkelijkheid gewoon. Ik ben een realist. Hoewel Aad dus volstrekt atheïst was, noem ik hem toch een Goetheaan. Das ewig weibliche zieht uns hinan. Ik durf hem zelfs een Taoïst te noemen. Wees in uw gedachten altijd onder vrouwen. Dierbare vriend, we kunnen uiteraard niet weten of er leven is na de dood. Maar er is ook geen bewijs dat er geen hiernamaals is. Mocht je terechtkomen in de hemel van de atheïsten, ogen stijf dichtgeknepen en mompelend: er is niets, er is niets, er is niets, er is niets. Dan hoop ik dat Simon Vinkeloog, die wel in een hiernamaals geloofde, je zachtjes wakker kietelt en meeneemt naar de hemelse gebieden die jij in je werk zo overvloedig zichtbaar hebt gemaakt. De hemel op aarde, de hemel op aarde,
die jij voor ons zichtbaar gemaakt. Beste Geest, want in mijn leven speelt aartswerk een grote rol. Hij verlegt de grenzen op een manier die ons hielp de benauwenis van deze werkelijkheid te overstijgen. Daarin was hij geniaal. Ik wil eindigen met het gedicht dat ik voor Aad schreef. Het heet Genie. Genie speelt door de eeuwen heen. Zelden herkend, heel vaak alleen. Het is te horen, te zien, te lezen. Genie toont de mens in zijn en haar diepste wezen. Genie is het gegiegel achter de spiegel. Een glimp van eeuwige schoonheid gevat in de vorm van de eigen tijd. Het genie wil dat de mens geniet. Geld en roem zijn de drijfveren niet. Genie houdt de wacht in de donkere nacht van de ziel. En als je niets verwacht, brengt het speelse genie de prachtigste verbeelding aan de macht. Aad, we zijn je zo dankbaar dat je jouw genie met ons hebt gedeeld. Adieu, vaarwel. Nu graag uw aandacht voor Ri Tanaka Piano. Toen wij klein waren, wilden Aadje eigenlijk wel op vakantie. Vakantie was voor mensen die niet van hun werk hielden. Voorzienig mensen dus eigenlijk. Als het mooi weer was, wilden wij wel naar het strand. Dan moesten wij niet naar school. Aadje noemde school kantoor. Bij mooi weer moesten wij niet naar kantoor. Beter naar Zandvoort, naar het naakstrand. Eindeloze dagen op het strand, waar hij altijd zat te tekenen. Vaak is een kleine boekje een schetsboekje, wat hij altijd bij zich had. Overal. Tientallen schetsboekjes een leven lang. Alles vastgelegd. Altijd kijken en altijd tekenen. Aadje heeft ons allemaal leren kijken naar het gewone leven dat aan je voorbij trok wat je op een terras had. En daar altijd het ongewone in opmerken. Een onfeilbaar oog voor detail. Aadje zag zoveel meer dan wij. Zag schoonheid in mensen of dingen die anderen niet zagen. Maakte je daarop opmerkzaam en zo veranderde de wereld voor je ogen, door zijn ogen. Het is niet voor niets dat 6 of 8 kinderen kunstenaar zijn. In 2004 kwam een tsunami in zijn hoofd, zoals hij dat noemde, en die gooide alles in de war. Maar zodra hij komt, zat hij weer te kijken en weer te tekenen. Al in het ziekenhuis, in het revalidatiecentrum. Eerst in bibberige, onzekere lijnen, maar al snel zag je dat zijn talent niet in die hand zat, maar in zijn hoofd. Het is ongelooflijk hoeveel mooie dingen hij de afgelopen 14 jaar met zijn linkerhand heeft gemaakt. Een leven lang in het teken van zijn werk. Hij kon niet verder. Je vraagt je af waar hij de tijd vandaan haalde om daarnaast nog 8 kinderen te maken.
Aadje heeft altijd vrouwen gehad die het mogelijk maakten om voor geloof te werken. Aadje zei zelf altijd dat hij getrouwd geboren was. Al in de baarmoeder samen met zijn lieve tweelingzus Geetje. Onze lieve tante Geetje hier ook aan weet je. Al die vrouwen die voor ons zorgden. Eerst trouwde hij met Lotje, die als een heldin hun vier kinderen, David, Eva, Martijn en Jaap heeft opgevoed. Ook nadat hij haar had verlaten. Kabul, die zijn model was en op haar bijzondere en toegeleide manier voor ons zorgde, totdat zij dat niet meer kon. En Christy, die niet alleen de rol van model overnam, maar ook de zorg van Felix, Kabul en mij en ons Tycho cadeau deed. Alles mooier werd. Zijn eigen passie en gedrevenheid in de kunst had ook al een keerzijde. Zijn vaderrol verdiende niet altijd een schoonheidsprijs. Sommigen van ons rouwen dan ook.